zijn hier op de 100ste editie van de Vierdaagse in... In Mook, Mook en Middelaar. Van harte welkom. Regio TV moet ik tegenwoordig zeggen, was in Stads TV Tiel. Nu is de Regio TV, de hele regio, riviergebied. Heel fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn enorm welkom. We hebben gezorgd voor mooi weer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Kijkers, luisteraars, iedereen. De lieve voetjes die al jaren trouw met mij meegaan. Jullie hebben deze week niet stilgestaan. Wat hebben jullie me toch aangedaan? Nijmegen, 4 dagen lang uit en in te gaan. Ik zou best willen, maar mag niet naar huis. Kan niet terug zonder Vierdaagse kruis. Lieve voetjes bij vannacht buiten de deur. Want ik kan niet tegen blaren en die geur. Vierdaagen lang lopen wij maar door. Vierdaagen lang gaan wij ervoor. Vierdaagen lang weet ik waar ik hoor. Vierdaagen in Nijmegen. Willem Gades, trotse burgemeester van Mook en Middelaar. Ja, het is geweldig dit, hè. Fantastisch evenement. Gisteren en vandaag helemaal. Ja, en een heel bijzondere vandaag? Een heel bijzondere, ja, met koninklijk bezoek, ja. En heb je er iets van meegekregen? Ja, dit moest wel vertrouwelijk worden gehouden. Het was alleen in de media bekend dat hij in Nijmegen zou komen. Maar wij wisten dat hij in Kuik zou komen, provincie Brabant. Dan in Mook en daarna naar Nijmegen. Dus drie provincies en 3 gemeenten. Ja, heel erg leuk. Ja? Ja. Lijkt me toch bijzonder. Is bijzonder, koninklijk bezoek. Ik heb gevraagd aan de provincie wanneer het laatst is geweest in Mook. En dat is geweest in 1984 in verband met hoogwater. Dus dat is heel lang geleden. Ja, ja. Dus het is wel bijzonder, ja. Ja, absoluut. Nou, even terug naar dit evenement. Het spettert weer. Het ja, geweldig, hè. Ja. En het leuke blijft toch, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar je staat hier op het publiek, je staat hier op de lopers. Er is geen afstand, geen grote hekken. Dat kan hier allemaal nog, dat vind ik heel erg leuk. Ja, dit is een mooi plekje. Dit is een heerlijk plekje, ja. Ja. En het enthousiasme, al die lopers die stralen. Ja, geweldig, want ja, hier vandaan is nog maar 10, 11 kilometer. Dus zeg maar 2 uur. Ja, dat is voor hun een peulenschil. Voor mij zou dat een zware opgave zijn, hoor. Ja, ja. Ik heb al wat lopers gesproken. Dit is wel een van de allerleukste stukken, hè? Hier krijgen ze die boost. Ja, het is hartstikke mooi. En wij zeggen ook wel eens, beetje chauvinistisch, de Via Gladiola begint hier. Ja. Nou, ik ben het er wel mee eens. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat jij het er mee eens bent, Zagie. Gouverneur Bovens van de provincie Limburg. Wat een feest hier. Het is een fantastisch feest. Eigenlijk al ieder jaar. Ik kom ook met heel veel plezier naar Mook. Om de mensen te zien op de laatste 12 kilometer naar Nijmegen. Dat Limburgse gevoel nog even mee te geven. Ja. En wat is dat Limburgse gevoel? Nou, dat is op zijn minst gastvrijheid, dat zie je ook. En het is ook plezier. Het, is, ja, het geeft de wandelaars nog vleugels om die laatste kilometers ook nog te doen. En ja, je ziet het werkt. Het werkt. Ik zie nog heel veel energie bij de mensen hier. Ja. Ziet u dat ook? Ja, dat zie ik ook. Ik was vanochtend in Graven aan de andere kant van de Maas bij het ontbijt. Daar kwamen de mensen na ongeveer 20 kilometer binnen. En dan was het heel slecht weer, moet ik er wel bij zeggen. En hier zien de mensen toch de finish al komen, denk ik. En dat merk je aan ze. Ja. Ja, de laatste kilometers. Het zijn de laatste kilometers en ze zullen het ongetwijfeld gaan halen. Als je eenmaal Mook gehad hebt, haal je ook het einde. Ja. En dit is nu de 100ste Vierdaagse. Is er dit jaar ook echt iets anders hier? Nou, hier in Mook is het, we zullen dadelijk nog wat met bezoek en dergelijke allemaal komen. Dus er wordt nog wel wat geregeld. Maar hier in Limburg is het sowieso extra mooi. Omdat ook de gemeente Gennep gisteren, het centrum van Gennep werd aangedaan door de Vierdaagse. En dat zal de komende 5 jaar ook zo blijven. Dus ja, Limburg wordt alleen maar in die zin groter voor de Vierdaagse. Wethouder Driessen, welkom. Ja, dankjewel. Ja, en uiteraard nu de Tielenaren in de gaten houden. En want die hopen wij wel eventjes te kunnen spreken hier. Ja, en want hebben jullie ook nog iets speciaals voor die Tielenaren? Ja, we hebben de wereldbekende Tielse kermiskoek voor iedereen. Altijd een leuk plakje om die uit te reiken. Om de laatste kilometers nog met veel energie te kunnen doorbrengen. Ja. En wat vindt u van de sfeer hier? Ja, heerlijke sfeer natuurlijk. Het is altijd weer gezellig hier in Mook. Alleen het jammer dat het weer een beetje tegenwerkt natuurlijk. Dus het is nu droog. Laten we hopen dat het zo blijft. Ja, we blijven positief. Ja, precies, dat doen we. Heeft u zelf iets met de Vierdaagse? Ja, maar daar praat ik al wel over enkele tientallen jaren geleden. Ik heb hem zelf ook een aantal keren mogen lopen. Dus ik weet wat die mensen meemaken. Zowel de leuke kant als het doorzetten. Want het is natuurlijk wel een pittige tocht. Ja, maar wat is dat nou? Wat is dat ultieme gevoel? Waarom blijven mensen dit doen? Ja, dat is moeilijk te vertellen als je het niet mee hebt gemaakt. Je moet het inderdaad meemaken, zeker zo'n laatste dag.
Die laatste kilometers word je gedragen door het publiek. Maar het is gewoon met elkaar die vier dagen doorbrengen. Zit je er even doorheen, krijg je van wildvreemde hulp. Dus dat is ontzettend mooi. Ja, eigenlijk een heel mooi maatschappelijk iets. Absoluut, absoluut. En met zoveel nationaliteiten, ja, het is een bijzonder evenement. Ja. We gaan de Tielenaar in de gaten houden. Zullen we dat doen? Gaan we doen. Als jullie ook meehelpen? Ja, ja. Oké, mooi. Dankjewel. En Tielenaar. Ja, absoluut. En ja, hartstikke leuk. En we hebben weer goed ontvangen hier, dus dat is geweldig. Vanmorgen hele zware regenbuien gehad, al heel vroeg. Werden we al mee wakker in Tiel. Dus, maar dat heeft ook hier doorgezet. Maar ja, gaat goed. Je bent helemaal vanuit Tiel nog vanochtend gekomen. Ja, ik ga elke dag rijden op en neer naar Tiel toe. En dan, ja, dus ik wist al dat ik regen kreeg. Ja, dus goed, wel goed voorbereid, dat wel. Ja, oké. Okay. Maar dan mis je de feestjes hier s'avonds ook dus. Nou, dat hoeft niet. Hè. De beginfeesten is zondags er al heen geweest en zo allemaal. Dus en maandags. En vanavond zakken we lekker door hier. Dus, dat moet toch? Ja, zeker weten. Ja, absoluut genieten. Ja, hoe voel je je? Heel goed. Geen ene blaas, geweldig gegaan. En goed voorbereid. Hè. En hoeveel keer loop je nou mee? Ik loop nu voor de derde keer mee. Dus heel goed geweest. Ja. En ja, ik heb al een paar weken heel lange training voor gedaan. Dat moet ook, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Met onze wandelgroep uit Tiel, Wandelfit. Er lopen er heel veel van mee van Wandelfit. Dus, En toch loop jij alleen? Nee, ja, omdat de 100ste editie was. Was hey, oh, ja, kijk, ook een Astilos, ook uit Tiel. Allemaal Tiel. Allemaal Astilos. Oh, leuk. Ja, lekker wandelen. Van dezelfde wandelvereniging. Ja, maar, en ook van Astilos. Hardlopen, hè? En dan wandelen doe ik er even bij. Hey! Allemaal Tiel. Steeds meer Tielenaar. Ja, zeker, zeker. En loopt daar heel vaak mee. De vijfde keer, samen met mijn kleinzoon. De zesde nu keer. Met je kleinzoon? Ja, ja. Helemaal leuk. Ja. Het Tiel schreef niet hier. Helemaal leuk. Hey, nou, even allemaal zwaaien. Hey, tot ziens. Hey, welkom allemaal hier omhoog. Fijn dat jullie er zijn. Als Duitsland ook weer daar. Glücklicherweise ook weer daar. Ja, glücklicherweise. Hoe gaat het? Ja, goed hoor. Ja? Ja, lekker. Dus, het was wel een hele zware vierdaagse. Hoeveelste keer is dit voor je? De vierde keer. En dit is de zwaarste? Ja, dit is de zwaarste, maar 55 is ook gewoon te ver. 55? Kilometer. Ja. Maar dat is uniek natuurlijk. Ja, dat wel. Daarom wou ik het ook doen. Maar hij komt niet meer, maar ik zou ook niet meer meedoen. Maar ik bedoel, voor de rest, super evenement. Super in Druten. Dat was het eigenlijk echt al waard. Druten het, maat gestolen, laat ik het zo zeggen. Vertel eens. Ja, er was zo'n rode lopen door de hele stad heen. En zo'n ontvangst met een medaille en een paspoort. En in één woord, ja, ik heb er eigenlijk geen woord voor. Grandioos. Nee, maar om nooit meer te vergeten. Om nooit meer te vergeten. Dus die hebben echt uitgepakt. Ik denk dat ze volgend jaar met pendelbussen naar Druten moeten. Lijkt wel een promotieverhaal voor Druten. Ja. Zeker. Hey, maar hoe voel je je nu? Ja, eindelijk heel goed. Ik ben eindelijk steeds beter geworden. Dus... ik kan er nog een eindsprint uitpersen nou. Ja, nog 12 kilometer. Ja. Oh. Twee vingers in de neus. Met twee vingers in de neus? Twee vingers in de neus. Nou, hou deze energie nog even lekker vast. Dat doe ik. En dan komt er een ontzettende ontlading daarna. Dat is zeker. Ja. Dan, want ja, vijf dagen achter elkaar ben ik er nou om 2:15 uitgegaan. Ik heb een maandag maar vast om te proberen gedaan. Dus... Jij gaat alleen maar slapen thuis. Ja. Of wakker worden weer op tijd. Oké. Zet hem op, hou nog even vol en ga ervoor. En weer naar de andere kant van de wal. Ja? Oké, doei. Hoeveel kilometer heb je nou erop zitten? We moeten nog 10 kilometer ongeveer, dus 150. Dus. Wow. Ja. En hoe voel je je? Ja, goed. Ja? Ja, hoor. Als ik jou zie, voel ik me eigenlijk helemaal goed. Ja, dat vind ik dan weer fijn om te horen. Ja, zeker. Ja. Dus als ik jou nou dat laatste stukje energie nog kan geven? Oh nee, maar dan kan ik nog wel een keer lopen, denk ik. Ik houd er nou toch mee op. Oké, nou nog eventjes de laatste kilometertjes en ontzettend genieten. Dat zullen we zeker doen. Ja. Dankjewel. Zet hem op. En jij bent er ook weer bij. Ja, voor de zevende keer. Oh. We zijn verslaafd geraakt. Werkt dat zo? Ja, echt wel. Ja? Dus, hoe voel je je? Ja, goed. Ja, geen klachten, dus het gaat. Je hebt de voeten nog droog? Nou, de voeten zijn wel nat. Dus, maar ja, er zitten geen blaadjes op, dus het gaat goed. Ja. En nou, dat laatste mooie stukje. Heerlijk, genieten. Ja. Ja, echt wel. Dus, Wat vind je van het publiek, van de mensen die er allemaal staan? Ja, enthousiast altijd, zoals gewoonlijk. Dus, heerlijk, hè? Ja,
Nou, nog eventjes droog laten. Voor mij blijven het droog toch, of niet? Daar gaan we voor. Ik dacht het ook. Succes. Jo, dankjewel hè. Hallo. Jij bent heel energiek. Jazeker. Hoe gaat-ie? Ja, het gaat fantastisch. Ja, dit is wel een hele andere dag, hè? Het is een hele zware editie, moet ik zeggen. We hebben veel zon gehad, maar ook veel regen gehad vanmorgen. Ja. Ja, ja. En hoeveel kilometer loop je? De 40. Wow. Ja, ja. En nou ja, je straalt nog heel veel kracht uit. Ja, dankjewel. Ja. Ik doe mijn best. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, misschien omdat ik bewegingstherapeut ben. Ja. Dus daar heb ik een beetje mee, denk ik. Altijd in beweging. Ja. Ja. Is het de feestvreugde hier ook? Nou, dat ook wel. Je wordt wel gedragen, ja. Ja, je wordt wel gedragen op handen als het ware. Iedereen is enthousiast en dat maakt je wel dat je lekker doorzet. Ja, en de hoeveelste keer is dat je meedoet? Voor mij de 14e. 14e, ja. Ja, 14e kruisje. Respect! Nou ja, ik ben nog niet bij die 69 van Bert van der Lans. Hè? Nee, maar dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Nou, ik ga je niet langer ophouden. Nee, we gaan nog even genieten van die laatste 12 kilometer. Dat doe ik, dankjewel. En dan een enorm feest, hè? Oké, dankjewel. Dag. Laurens Verspuy, wethouder van de gemeente Tiel, is ook aanwezig in Mook. Ja, hartstikke gezellig hier. Ja? Vertel, wat gebeurt er hier nu? Nou, alle Tielse wandelaars al langs zien komen. Dus, heb je al wat gesprekjes gehad? Die moedigen we aan voor de laatste kilometers. Wat vind je van de sfeer? Hartstikke gezellig. Het is een beetje druilerig weer, maar die stampen gewoon door hoor, de laatste kilometers. Ja, het is ongelooflijk hoe die energie is van die mensen. Ja, dat gaat maar door. Hartstikke leuk om te zien. Ja. Ja. Wellicht iets voor jou ooit in de toekomst? Nou, in de verre toekomst misschien. Nee, daar hebben we respect voor, hè? Zeker, ja. Echt een prestatie. Tielenaar? Ja, Tielenaar, klopt. Ja. Je bent er tussenuit gepikt. Ja, goed, heel goed. Ja. Ja, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Ja, de eerste twee dagen erg warm. Vreselijk. Ja, dat is even wennen. Hè. Omslag van het weer. Waren we nog niet gewend geweest. Maar ja, we zijn er goed doorheen gekomen. En vandaag tussen de stortbuien. Ja, een beetje regen af en toe. Onweer hebben we ook gehad onderweg. Wat is nou beter? Nou, geen onweer in ieder geval. Nee, maar nat of hitte? Nou, ik loop wel graag nat, ja. Maar als de voeten maar droog blijven. Ja, dat lijkt me duidelijk. Ja. Maar je bent nog heel energiek. Ja, natuurlijk. Huh? Ja, ik ben op tv. Hallo, dag. Hallo, Tiel. Hallo, Tiel. Ja. Ja. Nou, succes met de laatste kilometers. Dankjewel. En ga zo door. Ja, goed zo. Dankjewel. Ik zie hier een stralende Ellie Gadissen, de vrouw van de burgemeester van Mook en Middelaar. Ja, dit is toch feest? Ja. Dit is het grootste feest wat je hebben kan. Ja, ik zie jou ook stralen. Ja, doe ik ook. Ik vind dit echt heel leuk. Ja, ja. Een jaarlijks terugkerend evenement en iedere keer weet Mook het weer mogelijk te maken. Ja, twee dagen per jaar, hè? Twee dagen? Altijd twee dagen. Donderdag en vrijdag komen de wandelaars door Mook heen. Ja, 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 ja. En wat doet het nou met jou? Ja, dit is energie. Ja, dit geeft zoveel energie en zoveel... Ja, dit zijn allemaal mensen die op de catwalk lopen, hè? Ja, en die verdienen een applaus. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja. We gaan er nog even lekker naar kijken. Dat gaan we doen. Oké, dankjewel. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Eventjes aan het uitrusten. Even aan het wachten op de dames en dan gaan we weer verder. Oké, hoe gaat het? Het gaat super. Ja? Ja. Nou, vanmorgen was het even kloten met al het regen, maar we hebben de sfeer weer te pakken. Ja, en de voeten een beetje droog kunnen houden? Nee, maar ja, dat gaat er niet meer gebeuren, ben ik bang. Jullie hebben bepakking? Hoeveel? 10 kilo buiten het eten en drinken erom. En met de regen zal die wel wat zwaarder geworden zijn, maar... Ik denk een kilootje of 14 nu. Ja, nou, ik heb heel veel respect. Hoe is het de eerste keer dat je meedoet? Nee, het is mijn vierde keer. Aha, dus je bent al een doorgewinterde wandelaar. Nou, ik heb sommigen gezien, daar heb ik nog geen recht van spreken. Maar het is niet mijn eerste keer in ieder geval. Maar je gaat het volhouden? Uiteraard. We zijn in Mook, toch? Dus dan stop je niet meer. Gezellig hier, hè? Super, super. Absoluut. Werkt dat nou mee aan de sfeer, aan de positiviteit? Ja, absoluut. Als je dat niet hebt, vanmorgen tijdens de regen zijn we helaas weer dorpen geweest waar iedereen binnen zat. Bijna iedereen. Er waren ook nog wel mensen buiten. Ja, dat is gewoon heel zonde. En hier helemaal alle registers opengetrokken. Dus dat is super. Werkt echt heel goed. Ja. Nou, nog 12 kilometer. Eitje.
Ga je gewoon doen, hè? Absoluut, absoluut. Zet hem op. Dank u. Er wordt nog volop gelopen. Wij gaan afscheid nemen van nu vanuit Moop en Middelaar. Het was een geweldige vierdaagse. Moop is weer op de kaart gezet. En volgend jaar zijn wij er gewoon weer.